Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie banners bekijken. Ik wilde eerst, voordat ik deze hele video begin, jullie allemaal bedanken voor het insturen van banners en voor überhaupt een kwartiertje tijd nemen, of 5 minuten, al was het een minuut. Super erg bedankt dat jullie dat hebben willen doen. Maar er zijn natuurlijk een paar het mooiste en die gaan we vandaag even doornemen. En daarbij heb ik uiteindelijk ook jullie hulp nodig met de keuze. Ik heb vandaag 4 banners uitgekozen. Daarvan wil ik ze gewoon even laten zien, omdat ik ze best wel mooi vond. En daarvan heb ik uiteindelijk de keuze tussen 2 banners die ik een beetje met jullie wil delen. Maar dat komt nog wel. Allereerst even deze banner van Shivampje, als ik het goed zeg. Nou, het is gewoon heel simpel, heel mooi, maar toch gewoon echt degelijk of zo, weet je wel. Het ziet er gewoon netjes uit. Waarschijnlijk komt het door het blauwe randje. Het lijkt gewoon chill of zo. Terwijl eigenlijk, omdat ik zelf wel een beetje weet met Photoshop en zo, dit heel simpel is. Het ziet er wel gewoon mooi uit. Dus daarvoor bedankt, Shivampje, als ik het zo goed zeg. Dan daarna hebben we de banner van Tobias Gaming. En deze banner is heel... Heeft een hele duidelijke toon of zo. Ik weet niet of je dat zo goed zegt. Alleen wat je bijvoorbeeld dan ook ziet, is dat hij dan hier... Dat vind ik persoonlijk, op een of andere manier vind ik dat heel mooi. Dat je dan... het ligt natuurlijk wel aan hem wat voor banner. Maar dat je dan bijvoorbeeld om mij heen... Een strakke witte lijn hebt, of een vierkantje, zeg maar. Alleen dat hij niet precies mij volgt. Dus je ziet dat hij hier in één keer breed is en hier dat hij van die raad. Dat vind ik op een of andere reden heel mooi. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. En voor de rest is het gewoon een hele clean banner met een beetje mooie van die RGB-effects. Dus ja, zeker een hele mooie banner van Stijn Gaming. Tobias Gaming. Oeps. Dus ook daarvoor bedankt. Check natuurlijk even hun kanaal. Ik zal het kanaal van deze 4 mensen natuurlijk even in de beschrijving zetten. Als ze een kanaal hebben natuurlijk. Dan hebben we de volgende banner van Stijn en zo. En toen ik dit zag, dacht ik echt... What the fuck? Ik vind dit zo chill op een bepaalde manier of zo. Ik bedoel, als je een beetje... Kijk, als je het een beetje ziet, denk ik... Ah ja, leuk, leuk gedaan. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat die letters dan hier weer zwart zijn. En dat ze hier wit zijn. En dan zie je dat achterin zo'n multi staat. En dat ik dan daar op de achtergrond nog in het groot sta. En dat hier gewoon dit... Het ziet er zo clean uit. Het is zo clean, zo minimalistisch. Maar ook weer helemaal niet. Maar het ziet er wel gewoon echt... Ik vind vooral dat multi en zo dan achter... Ik vind dat zo ziek. En dat ik hier zo achter sta. Ja, ik vind dit echt... Van Stijn en zo. Check ook zijn YouTube kanaal. Staat natuurlijk ook in de beschrijving. Ik vind het echt een hele zieke banner. Echt heel ziek. En hij is ook een van de 2 opties waarop je op kan stemmen. De volgende optie komt nu. En die is van Tobias V. En hij heeft dit gemaakt. En dit is gewoon een hele... Echt een YouTube banner of zo. Voor mijn gevoel echt zo'n... Ik weet niet hoe je dat helemaal zegt. Dat komt waarschijnlijk door dit en zo. En door die lijn. Ik weet niet helemaal waarom. Maar zo voelt het echt. Weet je wel. Van, dit is echt een YouTube banner. Dus die van Tobias en die van Stijn... daar kunnen jullie in het polletje op dit moment hier zo op stemmen. Welke jullie het mooist vinden en welke jullie willen dat ik gebruik op mijn kanaal. Of ik die ook echt ga gebruiken, dat weet ik nog niet. Want ik ga er 1 van de 2 in ieder geval gebruiken. Alleen ik laat jullie een beetje als hulpsteun voor mij uit. Ik weet het ook nog niet helemaal, maar stel jullie kiezen allemaal de ene. Dan denk ik, oké, we gaan voor die. Maar ja, deze banner is gewoon heel, heel clean, heel, heel strak. Heel mooi gewoon mijn Insta, iedere zondag video, multigames. Zo mooi een paar thumbnails op de achtergrond. En dan zijn dit dus de 2 banners waar jullie uit kunnen kiezen. Laat het gewoon even achterin, ietsje rechtsbovenin. En dan was het hem eigenlijk alweer voor vandaag. Een wat kortere video. Maar daarom komt er binnenkort alweer een nieuwe. Aankomende... Vrijdag, denk ik. Of zaterdag. En zet het in je agenda. Zaterdag 25 april. Is de 24 uur livestream. Noteer het. Zet een alarm. Meerdere alarmen. Doe dat. Nou ja, stem dus even. Check hun kanalen. En dan zie ik jou volgende video wel weer. Je mag een duimpje omhoog doen. Hoeft niet. Boeit niet zoveel bij dit soort video's. Maar later, mensen.